De 20-jarige Nena uit Groningen heeft de publiciteit gezocht met een verhaal over Thijs Reumer. Hij zou zich 6 jaar geleden grensoverschrijdend hebben gedragen tegen haar. Haar verhaal bereikte via de Juice-kanalen direct een publiek van honderdduizenden mensen en daardoor wordt de acteur nu overspoeld met woeste reacties. Thijs lag sowieso al de hele week onder vuur bij het Juice-kanaal Juice Channel, maar dan met relatief onschuldige geruchten over vreemdgaan en intiem contact met fans. De beschuldiging van de 20-jarige Nena, die niet anoniem is, gaat natuurlijk wel een stapje verder. Sterker nog, een brug te ver, vindt de acteur zelf. De acteur heeft in 3 tweets gereageerd op dit gerucht en lijkt alles te ontkennen. Hij denkt er zelfs aan om aangifte te doen van smaad en laster. Thijs schrijft op Twitter, in de afgelopen dagen zijn meerdere wilde verhalen over mij de ronde gegaan. Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren. Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver. Hij vervolgt, ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar als dit niet stopt zal ik aangifte moeten doen wegens smaad en laster. De reactie van Thijs roept gemengde reacties op. Als ik jou was zou ik dat sowieso gaan doen, zegt de een. En de ander, goed zo. Mensen moeten niet zomaar alles kunnen zeggen. Toch zijn er ook sceptische mensen. Je kan het ook gewoon weerleggen, toch? Wat is waar en wat niet, merkt Hans op. Juice-koningin Yvonne Koldewijer, als het niet waar was kon je ook meteen aangifte doen, toch? Waarom zou het nu nog niet nodig zijn als het niet waar is? Juice Channel reageert als volgt, hij heeft het over wilde verhalen. Als jij je gewoon normaal gedraagt en niet je pik achterna loopt dan komen er ook geen wilde verhalen, zoals jij het noemt, aan het licht, sneaky bastard. Journalist Ton F. van Dijk, ik heb geleerd dat dreigen met aangifte nooit sterk is. De harde ontkenning ontbreekt ook, een brug te ver, wat betekent dat in deze context eigenlijk? Laat de politie dit uitzoeken en tot die tijd geen conclusies trekken. Nena is ondertussen benaderd door vrijwel alle showmedia, van RTL Boulevard tot Shownieuws en van het AD tot Roddelpraat. Het is nog niet duidelijk of ze daar ook interviews aan heeft gegeven.